eerst de nachtegaal van Azië, dat is haar bijnaam, 85 jaar. Ze was hier 5 jaar geleden ook. Toen kwam ze mee aan de arm van haar grootste Nederlandse fan, Prem. Morgen neemt ze tijdens haar World Farewell Tour afscheid van ons land in het Concertgebouw in Amsterdam. Ze heeft voor meer dan 1000 Bollywoodfilms de liedjes gezongen. Prem is er nu niet. Hij is op vakantie. Maar dat weerhoudt hem er uiteraard niet van haar vanaf het strand aan te kondigen. Want ik heb de naam namelijk nog niet genoemd. Prem. Hoi Matthijs, dagkijkers. Ik ben niet in Nederland en nu wil de grap dat op dit moment Asha Bhosle in Nederland is. Asha Bhosle is de Indiase popdiva, de vrouw waar ik al jarenlang, vanaf ik me kan herinneren, naar luister. Mijn kinderen luisteren naar mijn kleinkinderen. Ze heeft een geweldige stem, ze is nu 85 jaar oud. Morgen is haar allerlaatste optreden in Nederland, in ons concertgebouw in Amsterdam. En ze is iets brozer, de stem is niet meer zo krachtig als vroeger, maar nog net zo prachtig. En de wereld draait door zou de wereld draait door niet zijn als ze er niet voor zorgen dat als Asha Bhosle in Amsterdam is, ze even komt zingen in dat kleine poppodium in Amsterdam. Dus ik sta ergens op een eiland in de Indische Oceaan en van daaruit heb ik de eer om aan te kondigen, hier is Asha Bhosle.